andere opnameapparaten bij halen. Maar het is dus een korte vanavond, want vanavond is ook de Dista-ronde. Vergeet dat niet om 8:30. Deze week probeer ik om mijn inspiratie wat op te wekken. En wie weet activiteit op Dista wat te vergroten. Ook krijg ik weinig reacties op deze uitzending om 7:00. Een korte dus vandaag. Ik heb regelmatig wat te discussiëren, zo her en der. Ik heb in mijn podcast ook eens aandacht aan besteed aan de zin en onzin van antennes. Daar wordt echt een hoop onzin over beweerd. En zowel door amateurs als door leveranciers moet ik zeggen. Want er is een hoop kabaal over. Ruis op de lijn, zou je kunnen zeggen. Een van die dingen is dat je een antennetuner eigenlijk altijd met coax op je zender moet aansluiten. Of zendontvanger. Maar dat je na de tuner nooit coax moet gebruiken. Daarom is het eigenlijk ook zo'n onzinnig idee om een antennetuner in een transceiver te monteren. Er zijn maar enkele gevallen waarbij dat praktisch is. Nou maken die fabrikanten dat nog een klein beetje goed door de mogelijkheden van zo'n ingebouwde tuner sterk te beperken. Want heel veel bereik hebben die ingebouwde tuners vaak niet. Trouwens sowieso de automatische tuners niet. Dat zit hem in de beperking van de hoeveelheid relais die je anders nodig hebt. Maar er zijn wel een paar die je wel een groot bereik hebben. Maar het aantal relais of schakelstanden neemt dan flink toe. Maar je wilt dat je zender een goede impedantie ziet. Vroeger, toen alles beter was, zeggen ze wel eens, maar dit is helemaal niet waar. Maar vroeger, toen werkte men met buizen eindtrappen. En toen was het allemaal helemaal niet kritisch als je een slechte staande golfverhouding hebt. Kijk, zo'n buis die kan er wel tegen. Die dissipeert dat extra vermogen gerust wel op. En dus het is helemaal niet zo belangrijk om dan een goede SWR te hebben. En bovendien, die buizeintrappen, die kon je zelf ook nog in enige mate in impedantie aanpassen. Misschien wel net zoveel als met een ingebouwde tuner nu. Maar dat heeft alleen zin als je de antenne rechtstreeks op de zendontvanger aansluit. Je wilt dat een moderne zendontvanger een goede SWR heeft. En het is niet alleen van belang omdat die anders terugregelt. Want dat doen veel zendontvangers, de een wat meer dan de ander. Maar tegelijkertijd is het zo, en dat beseffen veel mensen niet, dat als je eindtrap een slechte SWR heeft, ik pak hem nog even terug, dat er dan ook voor zorgt dat de uitstraling zoals die gemeten is bij een test van het apparaat, dat die uitstraling een stuk slechter is. Ik bedoel, als hier 1-op-1 op een dummyload getest wordt en hij is 60 dB, dan gaat de harmonische onderdrukking, waar ik het dan over heb, die wordt een flink stuk slechter als de SWR slechter is. Dus nog een reden om een goede aanpassing te hebben, maar voor de uitstraling is dat niet zo van belang. In elk geval zou je het beste de antenne meteen kunnen laten beginnen waar de tuner eindigt. En vaak zit in de antenne zelf, als je dan de antenne boven hebt die met coax gevoerd wordt, er zit ook een aanpasnetwerk, want de meeste antennes die zijn niet precies 50 ohm. Dus daar zit in de antenne al een aanpassing gebouwd. Maar ja, vooral op HF kun je het niet vermijden dat een antenne smaller is dan de amateurband groot is. Dus aan de randen van het bereik kun je al een beetje bijtunen. Dat is eigenlijk niet zo erg als je dat doet. Als je van 1 op 1,7 naar 1,1 gaat, of 1-op-1 gaat, dan is het probleem niet zo groot. Maar het is wel zo, als je antenne absoluut niet voor een bepaalde frequentie bedoeld is en je gaat dan tunen en er zit een stuk coax achter je antennetuner. Ja, wat er dan gebeurt is dat de coax die je gebruikt, dat wordt gewoon onderdeel van je antenne. En dan kun je misschien in een aantal gevallen beter gewoon een stuk draad naar je antenne toe trekken. Dan zijn de problemen minder groot dan wanneer je coax gebruikt. In ieder geval gaat er anders een flink stuk van je zendvermogen in de coax zitten. En dat is misschien ook ongewenst. Maar beter kun je dat niet doen. Beter kun je tunen op het punt waar de coax ophoudt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus ja, een tuner. Als je een langdraadantenne gebruikt van een willekeurige lengte, zoals ik wel vaak doe, dan kun je die tuner het beste monteren op de plek waar de draad het huis binnenkomt. En hem daar aanpassen. En dat kan dan een handmatige tuner zijn. Kan een tuner zijn die je op afstand handmatig kunt bedienen. Die zijn er ook. En er zijn ook tuners die automatisch zijn. En die zijn eigenlijk ook wel heel prettig. Vooral als ze een groot genoeg bereik hebben. Want die automatische tuners die onthouden voor de volgende keer hoe de stand de vorige keer gestaan heeft. En die herkennen dat. En zetten dan de vorige keuze weer meteen goed. En dat bespaart een hoop tijd bij tunen. Oké. Maar antennetuners in de transceiver gebouwd. Ach.
Er zijn veel mensen die zeggen, ja, ik wil die transceiver niet, want er zit geen tuner in. Dat heb ik toch de laatste tijd vaak gehoord. Onder andere als ik het over de Xiego had. En dan denk ik van, ja, ik hoef hem niet. Ik heb liever een externe tuner. Echt waar. Nou, tot zover voor vanavond. Wees erbij om 8:30. Die is daar rond. Dit is Papa Alpha 6 Echo.